allemaal, welkom bij de tweede aflevering van de Kinderstem. Ik ben Lars. En ik ben Imen. En deze week hebben we als speciale gast Wopke Hoekstra van het CDA. Bovendien veranderen ideeën natuurlijk ook wel eens over de tijd. Er zijn nu onderwerpen die zijn misschien veel belangrijker dan ze vroeger waren. Ik ben Taco en ik werk als kindercorrespondent. En ik laat jullie stem horen tijdens deze verkiezingen. Want dat vinden we allemaal belangrijk, toch? Ja, zeker. En er was nog iets bijzonders. Ja, we hebben namelijk de premier weer kunnen spreken. De minister-president. En waar hebben jullie hem deze week over gesproken? We hebben hem gesproken over kinderen die het nu eigenlijk gewoon echt niet meer trekken in coronatijd. Oké, we gaan kijken. Dag, mogen we een vraag stellen? Hallo. Wat is uw boodschap aan alle jongeren die het even niet meer zien zitten? Nou, dat ik dat snap. Dat het gewoon echt moeilijk is. Ik ben er ook wel helemaal klaar mee. Maar ja, we moeten nog even volhouden, weet je. Voor onze gezondheid en ook van je ouders en je opa's en oma's en vrienden. Dus ja, het is helaas nog even nodig. Dus wat we moeten proberen is natuurlijk zo goed mogelijk onderwijs thuis en zo goed mogelijk waar het kan toch weer wat sport en als er weer iets ruimte kan die ruimte pakken. Maar we zitten met een levensgevaarlijk virus wat heel veel mensen doet overlijden en wat leidt tot heel veel ziekenhuisopnames. Heel veel succes binnen. En denk aan onze kinderen allemaal in Amsterdam. Absoluut, nummer 1. Echt, nummer 1, 2 en 3. Prioriteit 1, 2 en 3. Echt. Dank u wel. Hoi. En wat vonden jullie van deze reactie? Nou, ik begreep het op zich wel. Het was wel een beetje de standaardreactie van Rutte. Van ja, levensgevaarlijk virus, we moeten nog even volhouden. Maar ja, aan die andere kant, ik begrijp het ook wel. Want we willen niet dat heel veel mensen nu alsnog het virus krijgen, nu we net aan het vaccineren zijn. Dus ja, het heeft een beetje twee kanten. Maar hij zegt tegen jullie prioriteit 1, 2 en 3, de kinderen in Nederland. Nou, en vervolgens mogen de scholen weer open. Ja, ja. Wat dus ik denk... Dat komt ook een beetje dankzij jullie. Ja, wat ik denk is dat het is zeker supergoed en ik ben ook heel erg blij voor de basisschoolleerlingen natuurlijk, dat zij naar school mogen. Maar ja, wij van de middelbare school, wij moeten gewoon nog steeds eigenlijk thuis blijven. En wat je gewoon merkt in de coronacrisis, is dat het twee kanten heeft. Je hebt natuurlijk de fysieke gezondheid, dus daardoor moeten we nu eigenlijk bijna allemaal dan thuis zitten. En je hebt de mentale gezondheid, waarin het dus eigenlijk ook heel slecht gaat met jongeren. En daarin is beslissingen nemen eigenlijk gewoon heel erg lastig. Dus als ik jullie zo goed beluister, is jullie advies ook eigenlijk zo snel mogelijk ook de middelbare scholen open? Als het veilig kan, zeker. Zeiden ze in koor. Heel goed zijn jullie al op elkaar ingestemd. Yay. Ja, zeker, zeker. Hey, en wat viel jullie deze week op in de politiek? Heel veel verschillende dingen eigenlijk. Ja. Zo ging het natuurlijk over corona. Sigrid Kaag die zegt dat er een soort van termijn, dat een premier maximaal 2 termijnen aan de macht mag blijven, zeg maar. En daar ben ik het eigenlijk best wel mee eens. Omdat we zijn een democratie waarin een nieuwe leider ook gewoon nodig is eigenlijk. Maar aan de andere kant, we zijn een democratie. Dus waarom mag diegene dan niet nog een keer gekozen worden? Ja, als dat democratisch gebeurt. Soms is het aan de andere kant ook wel weer goed om een nieuwe leider te hebben, om nieuwe ideeën en een soort van frisse blik erin te krijgen. Ja, maar dan moet het volk toch diegene kiezen. Want het volk beslist uiteindelijk. Ik vind dat je in Nederland allemaal het recht moet hebben om jezelf verkiesbaar te stellen. En ik vind niet dat je zo van, jij mag je niet verkiesbaar stellen, want jij bent al ooit premier geweest. Oké, dus zijn we het eens met Sigrid Kaag of zijn we het oneens met Sigrid Kaag? Eens. Oneens. Kijk, helder. Hey, en deze week ook de sluitingsdatum, zeg maar, van alle politieke partijen. Er zijn nu 41 partijen die mee gaan doen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen. Ja, maar ze zijn er nog niet allemaal, hè? Vertel. Nou, volgens mij hebben ze het nog tot, afgelopen donderdag hadden ze het nog tot, om hun lijsten in te dienen met alle ondersteuningsverklaringen. Uh-huh. Dus op het moment dat we dit opnemen, weten we nog niet of ze het gehaald hebben. Maar ik verwacht niet dat ze het allemaal halen. Oké. Okay. Onder andere de VVD, PvdA en CDA voldoen nog niet aan alle voorwaarden, hè? Dus die hebben nog niet alle papieren ingeleverd. Moet zo snel zijn. Wat vinden jullie daarvan? Dat dus de drie grootste partijen uitgerekend, die partijen nog niet aan alle voorwaarden voldoen? Nou, als ze het uiteindelijk niet doen, dan zou het wel een interessante verkiezing worden natuurlijk. Ja, ik denk dat het sowieso wel een beetje interessante verkiezingen worden nu in coronatijd. En wat ik wel denk is dat het belangrijk is om te kijken, tenminste als ik zelf zou mogen stemmen dan, om te kijken naar wat een leider of lijsttrekker of iemand op de lijst, ja heel veel lijst, dat wat diegene doet in coronatijd, maar ook daarna, omdat het gewoon belangrijk is
van ja, er komt ook gewoon een tijd na corona. Hoe zit het dan met die partijen en alle lijsttrekkers? Oké, daar was ook een onderzoekje naar. Onderzoek naar waar letten mensen eigenlijk op? Letten mensen op de standpunten van de partij? Of letten mensen meer op de lijsttrekker? Of letten mensen op andere dingen? Waar zouden jullie het meest op letten, denk je? Ik denk sowieso wel de lijsttrekkers en sowieso eigenlijk alle mensen die bij de partij horen, zeg maar. Uh-huh. Sowieso ook hoe diegene, zeg maar, zijn ideeën, maar ook wat die doet met die ideeën. Dus niet alleen maar, oké, ik wil dit en dit en dit en dit en dit gaan doen, maar je doet het niet, of zo. Okay. En sowieso eigenlijk het standpunt van de partij vind ik ook gewoon heel erg belangrijk. Nou, daar meteen op aanhakend. Jullie hebben Wopke Hoekstra natuurlijk geïnterviewd. Yes. Wopke Hoekstra zei daar wel iets interessants over. Daar gaan we even naar luisteren. Er zijn punten van het CDA waar ik het wel mee eens ben, maar er zijn ook punten waar ik het niet mee eens ben. En bent u het eens met alle punten van het CDA? Weet je, ik denk dat het eerlijke antwoord is dat er bijna niemand is, of het nou is bij het CDA of bij welke andere partij dan ook, die het altijd met alles eens is. En bovendien veranderen ideeën natuurlijk ook wel eens over de tijd. Er zijn nu onderwerpen die zijn misschien veel belangrijker dan ze vroeger waren. We hebben als CDA altijd het klimaat belangrijk gevonden, maar het staat nu nog veel meer op heel hoog op het lijstje. Net zoals dat armoede nu nog weer veel hoger op het lijstje staat, omdat het iets is waar mensen meer mee te maken hebben. En zo probeer je elke keer te puzzelen en te kijken. En het is natuurlijk heel erg belangrijk om ook bij te leren en te zien hoe dingen zich ontwikkelen. Maar hadden dat soort punten eigenlijk niet altijd al hoog op de lijst moeten staan? Ja, ze stonden altijd hoog op het lijstje. Maar een van de belangrijkste dingen in het leven, niet alleen in de politiek, is natuurlijk ook om je aan te passen. Want ja, als er een groot probleem zich voordoet, hè, bijvoorbeeld dat er oorlog is in een bepaald land, of dat er een probleem is zoals de coronacrisis, ja, dan kan je niet de oude manier van doen, met de oude oplossingen gebruiken voor de nieuwe situatie, dan moet je je ook kunnen aanpassen. Wat vinden jullie van deze reactie? Lars, vind jij het een opvallend antwoord? Ja, vind ik wel, want ik bedoel, het is zijn partij. Dus dan, als hij al niet achter de standpunten staat... Ja, precies. Hoe wil je dan kiezers krijgen? Maar eigenlijk geeft iedere lijsttrekker, zegt Hoekstra dus, iedere lijsttrekker geeft een beetje ditzelfde antwoord. Ja, dat vind ik wel een beetje apart eigenlijk. Betekent dat dan ook gewoon dat er geen ideale partij is? Een soort van? Als, zeg maar, de lijsttrekker het niet eens is met de standpunten van de partij, wat zou dan wel de ideale partij zijn? Kijk, als ik zelf een partij zou oprichten, dan zou ik ervoor zorgen dat ik het met alle standpunten eens ben. Ja, het is ook je eigen partij, dus waarom ga je dingen toevoegen waar je het niet mee eens bent? Nee, maar het is toch ook wel een soort van de partij van Rob Koekstra inmiddels? Ja. Hm. Maar alle leden, hè, dit is natuurlijk ook een partij met leden en daar bepalen natuurlijk ook de leden, hè, of dat een partij ergens wel voor of niet voor is. Ja. Hè, bijvoorbeeld over de vluchtelingenkinderen, hebben jullie vast gehoord. Die 500 kinderen uit Moria, of ze wel of niet naar Nederland mogen komen. Nou ja, als de leden van een partij dan zeggen, ja, dat vinden we belangrijk, ja, dat willen we. Ja, dan moet een partij dat natuurlijk ook volgen. Ja. Ja. In plaats van dat je zelf zegt, nou, eigenlijk ben ik het er zelf niet mee eens. En andersom ook, hè? Ja. Op het moment dat de leden zeggen, joh, wij zijn het er niet mee eens. Goed. En jij vindt het eigenlijk van wel, ja, dan moet je toch, hè, als de leden het zeggen, dan moet je je daaraan houden. Ja, dat klopt. Dus is dit een spannende, of verbaast het jullie, of... Eigenlijk verbaast het mij eigenlijk helemaal niks. Sorry hoor, maar ik denk gewoon, ja, weet je, iedereen heeft gewoon zijn eigen mening en zijn eigen beeld. Dus hoe zou je dan eens moeten zijn met zo'n partij? Met alles wat die partij zegt. En daar horen natuurlijk dan ook heel veel mensen bij die een mening hebben. En ik denk niet dat zoveel mensen nou precies één mening bij alles hetzelfde hebben. Denk ik gewoon niet. Ja, misschien word ik hier over 10 jaar mee afgerekend. Maar ik zou me niet aansluiten zo erg als lijsttrekker bij een partij gaan zitten waar ik het niet helemaal mee eens ben. Niet de hele 100%. Deze slaan we op. Ja. Wat vonden jullie van Wopke Hoekstra? Ja, ik vond hem een nette man. Natuurlijk gewoon met zijn pak aan. En ik vond ook wel...
dat hij echt wel zich goed voorbereid had, laat ik het zo zeggen. Want sommige vragen die vond ik dat hij ze een beetje ontweek. Door een antwoord te geven die hij van tevoren had ingestudeerd. Als wij bijvoorbeeld vragen, wat zijn christendemocraten? Dan vertelt hij waar het CDA voor staat. Terwijl, ja, volgens mij is dat niet hetzelfde, bijvoorbeeld. En wat me ook nog wel opviel, over de christendemocraten zeg maar gesproken, is dat hij zei van, ik sta open voor alle geloven, maar het CDA is wel een christelijke partij. Dus hoe komt dat christelijke dan terug? Dat vraag ik me af. Oké, okay, ja, dat is een bonusvraag. Dus daar zijn we nu te laat mee om die bonusvragen nog te stellen. Toch blijf ik nieuwsgierig. Maar zeker, heel goed, heel goed, heel goed. Maar de vraag is, wat vonden jullie nou van Wopke? Hè? Jullie hebben hem nu in het echt gezien. De meeste mensen in Nederland hebben Wopke Hoekstra natuurlijk nog nooit echt gezien, nog nooit echt gesproken. Dus die willen nu van jullie even horen. Wat vonden jullie nou van Wopke Hoekstra? Nou, ik vond hem aardig. Ik vond hem echt een goede vader, als ik het zo mag zeggen. Want hij moest ook op tijd weg, want hij had een avond met zijn kinderen. Dus dat vond ik mooi dat hij dat ook gelukkig... Ik ging die avond eten met zijn kinderen. Ja, dus vind ik mooi dat hij dat ook zo belangrijk vindt. En ik denk wel echt dat hij de mening van kinderen waardevol vindt. Maar ik betwijfel hoeveel hij daar echt naar op zoek gaat op eigen initiatief. Over kinderen praten, dat kan iedereen. Maar ons betrekken, meenemen, luisteren is belangrijk. Dus ik vraag me af of hij dat dan ook nog echt doet. Maar voorlopig heeft hij jullie te woord gestaan. Heeft hij jullie vragen beantwoord? Heeft hij dat goed gedaan? Zijn jullie daar tevreden over? Ja, zeker. Ik vond het superleuk om hem ook even een keertje in het echt te spreken. En ook gewoon te kunnen vragen waar ik nou gewoon nieuwsgierig naar ben. En daardoor is alles ook gewoon duidelijker geworden, zeg maar. Denk bijvoorbeeld aan de heropvoedingskampen. Ik vind het nog steeds heel heftig klinken. Het klinkt gewoon eerder als een soort brainwash kamp of zo. Misschien nou, zou die simpel, als antwoord op die vraag, ja, heel simpel. Het is gewoon een soort jeugdgevangenis. Ja, eigenlijk wel. Het is een jeugdgevangenis voor kinderen die eigenlijk in de gevangenis zouden belanden. Maar dit is dan minder erg? Dan ja, want het hier geen... wordt je geholpen. Ja, precies. Ja, maar toch hoor. Dan is sowieso een andere titel in elk geval. Ja, als ik hem echt zou mogen adviseren, zou ik wel hem zeggen dat hij misschien eens na moet denken over een andere naam. Ja, dat is wel een leerkamp of zo, weet ik het. Zoiets. Bijleskamp. Hulp. zullen we gaan kijken naar Wopke Hoekstra en luisteren? Is goed. Zeker. Komt-ie. Ja, daar is hij. Ja, ja, ja. Meneer Hoekstra! Hoekstra, je moet hier zijn. Hier beneden! Spannend, hè, of niet? Weet je wel. Okay. Bent u gespannen? Nee, maar ik vind het wel superleuk om bij jullie te zijn. We gaan Wopke Hoekstra interviewen. Lijsttrekker van het CDA en minister van Financiën. Het lijkt me eigenlijk wel zo'n man die dan zo strak in het pak zit. Gewoon ja. Heel netjes. Ik ben benieuwd of we met ons interview toch wat losser kunnen krijgen. Bent u zenuwachtig voor de verkiezingen? Nee, eigenlijk niet. Nee, ik vind het wel hartstikke leuk. En het is natuurlijk voor mij de eerste keer. Dus dan heb je altijd iets van nieuwsgierigheid of een soort positieve wedstrijdspanning. Ik weet dat hij minister van Financiën is, ja. Maar verder had ik nog niet echt vaak iets van hem gehoord. Nee, ik denk niet dat u vroeger als kind zei van ik wil later lijsttrekker worden. Nee, daar heb je helemaal gelijk in. Nee, ik wilde, toen ik heel klein was, een jaar of 2, 3, toen wilde ik boer worden. Want wij woonden toen in een huisje aan een heel groot weiland. En ik zag die boer op een geweldige trekker rondrijden. Dus dat vond ik als heel klein kind cool. Wat moeten kinderen nou eigenlijk weten van het CDA? Het CDA is een partij die echt midden in de samenleving wil staan. En eigenlijk voor iedereen wil zijn. Dus voor jong en voor oud. Voor mensen die juist in de stad wonen of juist op het platteland. Voor mensen met juist een hele hoge opleiding, die gestudeerd hebben of gepromoveerd zijn. Maar ook mensen die juist helemaal niet veel opleiding hebben genoten. Ik vind het fantastisch als kinderen zich sowieso verdiepen in de politiek. En wat wij als CDA altijd zeggen is dat we er niet alleen zijn voor de mensen nu, maar ook voor wat we met een moeilijk woord noemen de volgende generatie. Dus de groep die nu nog jong is, zoals jullie. Of misschien zelfs wel de groep die nu nog niet geboren is. Want die groep die heeft straks ook weer goed onderwijs nodig. En een veilige plek om te leven. Een klimaat wat gewoon nog voldoende in orde is. Zodat ook jullie droge voeten hebben en geen last hebben van de opwarming van de aarde. Dus ik vind het ontzettend belangrijk dat we denken aan het hier en het nu. Maar ook aan de lange termijn en aan de volgende generatie.
Ik denk dat hij wel gewoon ook open staat voor de mening van kinderen. En ik hoop dat hij het ook wel echt meeneemt. Want hij had het over de samenleving. En ook daar, en ook misschien over 30 jaar, daar horen wij ook bij. Daar horen de kinderen ook bij. En wat zijn eigenlijk christendemocraten? Nou, wat het CDA eigenlijk wil is, zou je kunnen zeggen, twee dingen. Op de eerste plaats dat we allemaal proberen zo goed mogelijk verantwoordelijkheid te nemen voor ons eigen leven. Dat is de ene kant. Maar er komt nog iets bij en dat is dat wij het als CDA heel belangrijk vinden dat wie dat kan, en dat zijn gelukkig de meeste mensen in Nederland, de meeste volwassenen, de meeste grote mensen in Nederland, dat die ook nog proberen verantwoordelijkheid te nemen voor de samenleving, voor ons allemaal. Ik vind het heel belangrijk dat we met z'n allen ervoor zorgen dat we op iedereen goed passen. Is het geloof voor u belangrijk? Ja, maar wat ik vanuit het CDA eigenlijk het allerbelangrijkste vind, zijn twee dingen. Op de eerste plaats dat we in Nederland allemaal de vrijheid hebben om te kunnen geloven in wat we wel of wat we niet willen. En het tweede is wat je vervolgens dan met dat geloof, of juist als je niet gelovig bent, wat je daarmee doet. U zelf vindt het geloof wel erg belangrijk. Ja, maar ik vind het allerbelangrijkste hoe we daarmee omgaan. Maar ook dat iedereen verder de vrijheid heeft om dat zo te beleven als hij zelf wil. En vervolgens daar wat goeds mee te doen. Eerst dacht ik altijd dat CDA echt een hele christelijke partij is. Maar nu merk ik wel dat het wel christelijk is, maar ook niet super christelijk. Nee, ze staan open ook voor andere religies. Ja, en ik vond eigenlijk wat die... Ja, en ik vond eigenlijk wat hij wel zei over samen in de samenleving staan, vond ik ook wel heel erg mooi. Ja. Dat we er samen voor elkaar moeten zijn. Eigenlijk was Hugo de Jonge gekozen als lijsttrekker van het CDA. Waarom moest hij stoppen? Nou, hij heeft zelf gezegd, en dat vond ik een hele dappere, stoere keuze van hem. Hij heeft zelf gezegd, ik ben nog met iets anders bezig en daar ben ik super druk mee. En dat is die coronacrisis waar we natuurlijk allemaal mee te maken hebben. En was dat dan de echte reden? Ja, zeker. Je ziet het ook in de krant. Corona is gewoon, dat merken jullie ook. Zeker dat hij er heel druk mee is. Maar is dat echt de reden waarom hij stopte als lijsttrekker? Ja, zeker. Ja, dat is de echte reden. Ik vind het trouwens goed dat jullie stellen nog veel kritischere vragen dan al die journalisten die ik normaal tegenkom. Maar dat heeft hij echt zelf bedacht. Geef uw kinderen u wel eens advies? Heel vaak. Dus die zeggen heel vaak wat zij belangrijk vinden. En ik ben natuurlijk ook minister van Financiën. Dus die zeggen ook heel vaak waar zij vinden dat het geld aan uitgegeven moet worden. Of waar het niet aan uitgegeven moet worden. En dan noemen ze vaak de politie. En ze noemen vaak klimaat. En ze noemen natuurlijk ook vaak de scholen. Ik probeer meer gewoon inspiratie op te doen en te begrijpen wat nou leeft onder jongeren. Dat is trouwens ook de reden dat ik heel veel gastlessen geef. Aan de ene kant om kinderen bewust te maken van hoe je met geld omgaat. Maar ook om te horen wat er gewoon bij jonge mensen speelt. Ik weet wel ook dat die ministers en dat die daar eigenlijk heel erg druk mee bezig is. Maar ik ben wel benieuwd ook echt hoe die denkt van, oké, als lijsttrekker van het CDA gaan we nu dit en dit en dit doen. Het CDA wil dat kinderen en jongeren weer plezier krijgen in het lezen. Ja, heel belangrijk. Maar hoe wilt u dit nou gaan doen? Nou, door te zorgen dat ouders, ook zoals ik zelf, maar ook leraren op school en misschien andere mensen die op school kunnen helpen, er nog veel meer aandacht aan te laten besteden. En ik ben zelf, ik had een vader en een moeder die allebei voorlezen heel erg leuk vonden. En ik vond het zelf ook leuk. En ik probeer dat in de weinige tijd die ik ook heb, probeer ik dat ook met alle vier de kinderen te doen. Ik las in een artikel iets over heropvoedingskampen voor jongeren. Hoe ziet u dat precies? Je was niet bang dat je er zelf onmiddellijk in terecht zou komen, hoop ik, toch of wel? Nou, ik ben gewoon heel erg nieuwsgierig hoe u daarover denkt. Nou ja, wat natuurlijk ontzettend belangrijk is, is dat we ervoor zorgen dat iedereen een fijne opvoeding meekrijgt, maar ook leert wat wel en niet kan. En dat leer je voor een deel leer je dat thuis, voor een deel leer je dat ook op school. Maar er zijn helaas ook jongeren, jongens, meisjes van jaar 15, 16, 17, bij wie er wel eens dingen misgaan. En als het nou echt niet lukt door de combinatie van wat ouders aanbieden en wat scholen aanbieden, maar je ook niet wil dat kinderen al op jonge leeftijd in bijvoorbeeld een jeugdgevangenis terechtkomen. Het gaat dus echt over een hele extreme groep, echt niet over het gros van de kinderen. Dan kan zoiets een oplossing zijn. Heel veel mensen zien u natuurlijk als een nette man, strak in het pak. Maar heeft u vroeger eigenlijk wel eens kattenkwaad uitgehaald? Ja, nou laat ik er een deel van vertellen. Ik was natuurlijk wel bezig met belletje trekken en met grappen uithalen op straat. Met mijn ouders in de maling nemen, laten schrikken. Dat is misschien wat ik er hier nu met de camera aan allemaal over kan vertellen.
ik vond hem wel zeg maar heel netjes. Maar ik vond het ook wel weer dat hij wel gewoon vertelde eigenlijk hoe het allemaal zat. Dus gezellig met de kinderen thuis. En dan moet hij weer op tijd thuis zijn omdat hij dan met de kinderen gaat eten. Dus ik vond het wel heel erg leuk. En in uw biografie op Instagram, daar staat ook dat hij houdt van schaatsen, hardlopen en boksen. En waarom eigenlijk deze sporten? Nou, het zijn er nog veel meer, maar ik ben in de meeste sporten niet heel goed hoor. Ik vind het gewoon leuk om heel veel verschillende sporten te doen. Dus als er ijs ligt, wil ik heel graag gaan schaatsen. Ik ga ook af en toe naar de ijsbaan. Ik vind hardlopen leuk. Ik vind van die circuitjes waarbij je moet springen en moet rennen. Crossfit noem je dat, vind ik hartstikke leuk. Bent u tijdens het uitoefenen van deze sporten wel eens gewond geraakt? Ja, meerdere keren. Ik heb wel eens een been gebroken. Ik heb wel eens mijn neus gebroken omdat ik een elleboog erop heb gekregen. Bent u boksen? Een hok. Nee, het boksen valt eigenlijk mee. We geven mensen geen cijfers. Maar ik vond het zeker een super leuk interview. Ja, vond ik ook. Ik vond dat hij het goed deed. En ook weer zijn mening is naar voren gekomen. Speelt u wel eens spelletjes op uw telefoon? Niet zo heel vaak, maar mijn kinderen die gebruiken vaak mijn telefoon om er spelletjes op te doen. Dus Brawl Stars doen ze dan heel vaak. En jij begint tot te lachen, jij weet wat het is. Ja, of niet? Die klasgenootjes die dan zo in de pauze zitten. Zullen we dat spelen? Ja. Ik vond het zeker echt super leuk. Ik ook. En ik denk ook dat we wel nu wat meer Wopke hebben kunnen zien in plaats van meneer Hoekstra. Nee, dat vind ik wel een mooi gezegd. En we hebben wel wat losser gekregen. En speelt u dat dan zelf ook wel eens stiekem? Of? Nee, maar ik ben er veel te slecht in. Dus ik probeer het wel eens. En wat ik ook wel eens doe is dat Subway surfen. Dat kan ik ietsje beter. Maar meestal zeggen ze dan, papa, je kan er helemaal niks van. Geef maar weer terug. Ze vinden het wel prettig om met mij die spelletjes te doen, want ik ben altijd veel sneller af. Dus dan kunnen zij langer spelen. Al bleven natuurlijk wel gewoon de hele tijd stak in het pak antwoorden. Ja. Vond ik. Wel een paar vragen vond over die van de kattenkwaad, dat hij wel een leuk antwoord gaf. Maar verder toch wel gewoon een beetje antwoorden die je ook van aan een volwassene interviewer zou geven. Ja, aan de andere kant denk ik wel weer dat hij toch ietsjes anders bij ons reageert dan bij volwassenen. En dat hij ons ook wat meer wil uitleggen hoe het eigenlijk allemaal zit. Maar ik hoop dat hij dat ook meeneemt voor andere interviews. Dus dat het niet alleen is, oké, kinderen interviewen ons en nou is het toegankelijk, maar daarna niet meer. Ja. En natuurlijk heel leuk dat hij meedeed aan een TikTok-filmpje. Ja. Nou, ik stond eigenlijk op het punt om te vertellen dat het CDA het zo belangrijk vindt dat we er zijn voor alle generaties. Voor oud en voor jong. Oké, als jullie het filmpje zo zien, Denk je er dan toch nog anders over? Of, Nou, er zijn wel gewoon een paar vragen waar ik nog steeds over nadenk. Denk ik. Wat dan? Nou, hoe komt dat christelijke terug in de partij? De heropvoedingskampen? En wat me trouwens nog wel opviel, is dat vooral, ook over het CDA, maar wat me vooral opvalt, is dat eigenlijk centraal staat dat na corona dat er ook nog een tijd is en dat we goed uit de crisis moeten komen, dat er ook nog andere crisissen zijn. Dus dat ze daar zich voor inzetten en daar ben ik het zeker mee eens. Lars? Nou, zelf was ik natuurlijk nog wel benieuwd, want ik had, zoals jullie net gezien hebben, een vraag gesteld over Hugo de Jonge, dat hij eigenlijk eerst partijleider zou worden. Ik merkte wel dat het een beetje een ontwijkend antwoord was. Dus daar dat ben het ik gevoelig lag. Ja. We zijn hartstikke kritisch. Ja, schrok die wel een beetje van die vraag? Of vond hij het een beetje ongemakkelijk? Of? Nou, je zag wel dat hij bij andere vragen rustiger of rustiger zat. En ik vond zijn antwoord eigenlijk best ontwijkend. Oké. Is hij, denken jullie, de goede partijleider voor het CDA? Nou, ik twijfel wel. Want hij is volgens mij niet gekozen. Volgens mij was Hugo de Jonge gekozen. Eerst vond hij zichzelf meer een bestuurder. En minder een leider. Ja, en nu toch weer wil hij toch wel een partijleider zijn. Terwijl Hugo de Jonge was gekozen. En er was sowieso was er ook nog een nummer 2. Dus ja, ik had hem eigenlijk achteraf ook nog wel willen vragen waarom hij het dan geworden is. En niet de nummer 2 bij de interne verkiezingen. Ja. Wat zijn jullie adviezen voor het CDA en voor Wopke Hoekstra? Interviews toegankelijk maken voor iedereen, dus ook voor kinderen. Hebben we ook meegegeven. Lars, heb jij er nog eentje? Daco, mag jij raden hoeveel pagina's denk je dat het verkiezingsprogramma van het CDA is? 40. Nou, doe maar, wat zullen we zeggen, keer 3?
Nee. 114 echt? Pagina's. Oké. Wauw. Dat is wel heel veel. Dus jij zegt dat kan korter? Ja, dat kan toegankelijker. Misschien is het gewoon goed om ook gewoon een soort kinderversie te maken, zodat ook kinderen weten, of ook ouders die misschien, weet je, ze zeggen, we willen laaggeletterdheid, staat ook in het verkiezingsprogramma, we willen laaggeletterdheid aanpakken. Maar ja, ons verkiezingsprogramma is misschien niet heel toegankelijk. Het klopt niet helemaal. En trouwens, over dat verkiezingsprogramma gesproken, er was een kopje, ook stond ook op de website trouwens, en daar staat een land van waarden en tradities. En ja, soms is veranderen toch gewoon nodig. Dus je kan je niet altijd aan die tradities houden. En je vergeet daardoor echt niet je land, hoor. Je vergeet de waarden van je land ook niet. Maar je verandert gewoon met de tijd. Dus daar dacht ik wel van, hoe zit dat dan? Oké, helemaal helder. Volgende week, wat gaan we volgende week doen? Volgende week gaan we het hebben over de partij GroenLinks. En hebben we een interview met Jesse Klaver. Oeh, zeker ook spannend. Wat willen jullie hem vragen? Hoe hij zijn werk combineert met zijn kinderen. Oké. Ja, waar ik ook nog wel nieuwsgierig naar ben, is dat hij dus voorzitter geweest is van de jonge partij van GroenLinks. En ik vraag me toch nog wel af van, neemt hij die mening van jongeren nu nog steeds eigenlijk wel mee? Helemaal goed, dat gaan we volgende week zien en horen. Hebben jullie nog een slotboodschap voor deze aflevering? Nou, blijf ons zeker volgen. Volgende week dus GroenLinks. Heel erg bedankt voor het bekijken en luisteren. Denk je nou, iemand die kan wel meer informatie over het CDA gebruiken? Stuur dan zeker deze podcast even door. #kinderstem. Tot volgende week. Tot volgende week. Dank jullie wel. Doeg.